Niet dat je het meteen je ogen doet en daar staat de man en ze zeggen dit is je man. Nee, je moet het gewoon. We zijn weer terug in Antalya aan de kust. Dan is de afspraak voor de bruid. Richting Meethem naar ons eerste hotel. Bij anderen was het Queen Elizabeth. Tegenwoordig ziet wel dat er 2 dagen bruiloft gehouden wordt. Eerste dag van de bruiloft noemen wij henavond. Kijk. Ja, ouders betalen alles. Wil je een Turkse schoondochter? Ja, jij moet betalen. Heb je nog een zoon? Maakt niet uit leeftijd, als die boven 18 is, oké. Het is ook mooi zo, hè, als het een beetje donker en een beetje licht is. Het is het wat ik net vertelde, bij de bruiloft al die cadeaus, is de steun die je geeft door de familieleden. Maar inderdaad, alles wordt door de familie betaald, bruiloft ook. Uitnodiging, en zoals bij jullie kaart, wordt het gestuurd. Datum, zaal, wordt het al gemeld. En dan, dag van het henna, begint bij de huis van bruidegom. Ze hebben 2 vlaggen thuis. 1 Turkse vlag, andere is de witte vlag.